Er gebeurt zoveel moois bij Feyenoord. Niemand wil meer weg uit de Kuip, Jan Dirk. Ja, Stanley Bracht kan voor veel geld naar Azerbeidzjan, maar twijfelt. En als wij Johan Cruijff spreken, weet zelfs hij niet hier kampioen wordt. Het worden mooie maanden en weken. Dit is FC Rijnmond. Fijn dat je er bent. Wij bespreken hier elke vrijdag het betaalde voetbal in onze regio. Dit keer met collega Jan-Dirk Stouten en voormalig betaald voetbalspits Geert ten Oude. Geert, ja. Elke week een tombola in de eredivisie. Ja. Zelfs Johan Cruijff, zei Jan-Dirk net, weet het niet meer. Mm-hmm. Jij? Nee, ik weet het zeker niet meer. Het enige wat ik weet is dat Feyenoord dit seizoen tegen de kleinere clubs weinig punten laat liggen en tegen de grote clubs wel. En het Feyenoord heeft niet zoveel grote wedstrijden meer. Ja, ze hebben Vitesse en PSV nog thuis. Dat spreekt in het voordeel. Ja. Maar daarnaast heeft Feyenoord eigenlijk louter wat kleine clubs. Dat spreekt in het voordeel van Feyenoord ten opzichte van vorig jaar. Jij begon net met Stanley Bracht. Die kan natuurlijk voor heel veel geld naar Azerbeidzjan. Maar ja, Feyenoord. Ik heb gesproken vandaag. Is ziek, heeft de griep, heeft tegen mij een aantal dingen gezegd. Ik wil eerst praten met mijn collega's, met de jeugdtrainers op Feyenoord. Ik werk hier prettig. Er worden grote talenten afgeleverd. Ons werk heeft resultaat in bijna alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB. En ook het grote Oranje spelen heel veel spelers van Feyenoord. De samenwerking met Koeman en Van Gastel is goed. Ja, de sfeer is echt aan het veranderen binnen de club. Dat merk je. Koeman beaamde dat later op de persconferentie. En Bracht twijfelt. En die twijfel is logisch. Zegt ook aan de andere kant een buitenlands avontuur. Dat trekt mij ook erg. Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd. Hij is toch met de leiding van Feyenoord in gesprek. Gaat dat dan alleen over geld of ook over andere voorwaarden? Ja, volgens mij gewoon over hoe ze er samen naar kijken. Kijk, ieder mens is volgens mij gevoelig voor waardering vooral. Dat is vaak belangrijker dan geld. En Bracht zit er ook echt zo in. Hij was daar heel open over vandaag aan de telefoon. En natuurlijk heeft hij een contract. Hij kan nu zeggen, ik stap over 3 maanden op. Maar hij heeft sowieso al gezegd, wat er ook gebeurt, ik maak dit seizoen af. Dat betekent dat de sfeer daar goed is. Stel je nou voor dat hij weggaat, Geert. Ja. Dan is er één gedroomde opvolger natuurlijk. Ja, dat is de man die daar natuurlijk al een keer geweest is. Dat is Henk van Stee. Ja. Die daar al goed heeft neergezet. Want ook in zijn tijd kwamen de talenten door. In de tijd dat hij... of Van Persie heeft hij niet zelf gehad, heel veel. Maar heeft wel in zijn stal, in het hele opleidingstraject waar hij toen de tijd in zat, is daaruit voortgekomen. En daarnaast is hij op dit moment in Sint-Petersburg erg succesvol. En dan heeft hij, ik zeg niet de kopie van Feyenoord jeugdopleiding aan het neerzetten. Maar mede onder zijn leiding is de hele infrastructuur van de jeugdopleiding bij Sint-Petersburg wordt op dit moment helemaal aangelegd. Ja. En dat betekent dat ze daar erg tevreden zijn met Henk. Sterker nog, hij heeft daar nog een paar jaar bijgetekend. Dat is interessant, Jan-Dirk. Ook in relatie tot de nieuwe Kuip en de hele nieuwe locatie van de jeugdopleiding. Dan heb je iemand die ook daar zelfs veel verstand van heeft. Ja, voor mij is er één dingetje dat het moeilijk zou kunnen maken. Van Geel was ooit technisch directeur bij AZ, waar Van Stee hoofdtrainer was. Toen besloot Van Geel niet verder te gaan met Van Stee. Ik weet niet of ze over die persoonlijke vete, of ze over dat persoonlijke geschil kunnen heen stappen. Ik zou zelf Vreese ook wel een heel interessante kandidaat vinden. Van Stee is een goede ja. vent. Heeft ook als interim trainer in de Kuip ooit goed gedaan door de voorronde van de Champions League ja. te halen. Maar ook Vreese zou ik een heel interessante man op die plek vinden. Als Bracht gaat, want misschien blijft hij wel, want die doet het fantastisch. Bracht die toch in zijn hart blijkbaar graag bij Feyenoord ook wil blijven. Henkie Dijkhuizen, die heel graag bij Sparta wil blijven. Ja, maar dat is wel het mooie aan de veranderende wereld en de veranderende betaald voetballerij. Kijk, die spelers gaan inzien dat je bij een eerste divisieclub op een hele kleine enkele uitzondering na niet heel veel geld meer kan verdienen. Die topklasse qua verdienmodel, ja, die schurkt dicht tegen de eerste divisie aan. En de tijd van veel geld verdienen als betaald voetballer. Het geldt nog voor een enkele uitzondering, ook in de eredivisie. Daar is gemiddeld de salaris nog heel behoorlijk. Maar in de eerste divisie geldt dat niet. Dus deze jongen is heel realistisch. Nou moet Henk alleen zorgen dat hij geen tweede Nathan Rutjes wordt bij Sparta, denk ik. Nou, en hij moet zorgen dat hij vooral wedstrijden blijft spelen. Ja. Want als je kijkt, Henk speelt nu al voor de derde seizoen bij Sparta. Heeft daarin misschien 30 of 40 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Dit seizoen pas 5 of 6, als ik even goed heb. Nog niet zo heel veel in ieder geval. Ja, en als hij dan nu opeens die kans krijgt, moet hij inderdaad voor zichzelf af gaan wegen. En dat is heel moeilijk hoor, als je wat jonger bent. Van waar ben ik nou heel goed in? Wat is mijn
Wat is mijn uiteindelijke einddoel? Wat kan ik? Wat is mijn top? Waar ben ik niet zo goed in? En dan moet hij bepalen, ja, is Sparta dan mijn eindstation of zou ik misschien nog verder kunnen komen? Ja, of die clubs moeten, ook Sparta zou ervoor moeten kiezen, zoals in de Kuip min of meer noodgedwongen is gebeurd toen het geld op was, om gewoon eigen jongens de eerste kans te geven. Want het succes van de jeugdopleiding op Varkenoord, hebben we nog nooit over gesproken op deze plek, zou op termijn ook grote gevolgen voor Sparta kunnen hebben. Want jarenlang werd er geroepen in deze stad, in deze regio, Sparta de beste jeugdopleiding. Ja. Nu is dat in de Kuip andersom. Dus jonge jongetjes in deze stad, in deze regio, zullen niet eerder naar Varkenoord gaan dan naar Ter Brege of Vreelust. Dan heb je spelers die graag willen blijven, maar je hebt ook die heel graag weg willen. Sommigen zo graag dat ze bij twee clubs een contract tekenen. Je praat over Roland Alberg, die bij Excelsior was en nu bij een Turkse club speelt. Hij heeft niet getekend bij ADO Den Haag, maar heeft wel gesproken met ADO Den Haag. En heeft met Paul Beiersberg en Mark van der Kallen, de twee beleidsbepalers daar, niet op papier, maar wel in de praktijk, die heeft hier mondeling akkoord mee. Dus dat kan nog een heel interessante kwestie worden wat Alberg gaat doen. En het bijzondere is wel, hij wordt vertegenwoordigd door zijn halfbroer Ibad Mouhamadou. Dat maakt deze kwestie extra pikant, mysterieus misschien wel. Zeker. Ja. We gaan eerst maar eens kijken wat de afgelopen week ons bracht. Het was de week waarin paus Benedictus de 16e zijn afscheid aankondigde. In Rome werd er getreurd. In Rotterdam zeker niet. Want daar kwamen deze week twee andere heiligen naar onze stad. Te beginnen met Rogerius Federer, die goed op de hoogte is van het ontslag van zijn collega. Who resigned? The Pope. Oh, I heard that, yeah. I haven't yet. I'm hanging in there. I have a longer term than he has. Maar ergens anders in Rotterdam-Zuid, op exact 3,5 kilometer van Ahoy, is de consternatie veel groter. Wat nou 237 weken achter elkaar de nummer 1 van de wereld? Ga weg met die 17 Grand Slam titels. 20 doelpunten en een tweede plek voor ons alle Feyenoord. Dat zijn pas statistieken. En dus was het legioen massaal opkomen dagen voor het eendaagse staatsbezoek van koning Johannes Quidetti de Eerste. Overal ter wereld liepen de emoties hoog op. Vier grote Nederlanders uit onze geschiedenis stonden stil bij Quidetti's terugkeer. Esther Vergeer, Richard Krajicek, Johan Cruijff en natuurlijk, zij mag niet in het rijtje ontbreken, Quinty Trustvol. Uiteindelijk was het die andere grote oud-Feyenoorder die het woord nam. Het is zo'n fantastisch voorbeeld voor alles en iedereen van ons. Dat is moeilijk om de woorden te brengen. Ik gebruik het woord niet vaak meer, maar het is echt een kanker. Quidetti is groot en dringt andere oud-spelers terug in de vergetelheid. Zo zagen we in het spelprogramma De Grote Vakantieshow. Hoe heet die man? Wie is die man? Sjaak Zwart. Wie? Sjaak Zwart. Sjaak Zwart. Sjaak Zwart, hoe heet je fan? Met zoveel pers nam Esther Vergeer direct van de gelegenheid gebruik om naast het statement over Quidetti haar biografie te presenteren. Johan Cruijff bladerde het boek door en drong direct door tot essentie. Als je namelijk in een rolstoel zit, dat wil zeggen dat je niet kan lopen. Duidelijk. Ja, dat is geen spel tussen te krijgen, nou, Geert, ja. Lijkt mij. Nou ja, ik ken mensen die best wel kunnen lopen hoor, die in een rolstoel zitten. Maar Feyenoord, 22 duels achter elkaar, ongeslagen in de Kuip. Jij kent ook als speler, weliswaar niet als Feyenoorder, maar die magie van de Kuip. Hij kreeg ook een staande ovatie, Geert. Ovatie. Dat klopt. Ja. Ja, de wedstrijd met de Graafschap, die wij overigens wonnen met de Graafschap. Maar dat was wel heel erg leuk. Maar de magie van de Kuip begint al als je beneden in de tunnel staat. En ik was een paar keer meegemaakt dat Lee Towers stond op te treden. Nou, dan gaat heel het Feyenoord stadion. En als je dan moet spelen, ja, dan kan je bijna niet meer slecht spelen. Tenminste, zo zag ik het altijd. En als, want daar gaat het natuurlijk over, wat ik net aangaf, Feyenoord krijgt thuis nog die grote wedstrijd tegen Vitesse en PSV. Nou, en dat is wel heel erg belangrijk dat ze die nog thuis hebben in plaats van uit, omdat ze het niet zo goed gedaan hebben. Maar buiten het voetballen gaat het ook over de discussie van blijf Feyenoord en altijd in de hierover. Ja? Mag dat? Want Verbeek zei het ook zondag weer goed. Hè? Ik had mijn spelers nog zo gezegd, krijg die Kuip niet tegen je. Mm-hmm. En Eltidoor maakt die slaande beweging naar Matthijssen. Toen was het 20 minuten lang de vlam in de pan. Dat moet volgende week tegen PSV eigenlijk vanaf de eerste minuut gebeuren. Je hebt gisteren gesproken met de directeur van de ABN AMRO hier in deze regio. Die zijn een aantal dingen. Graag een paar korte reacties. Eén, er is bij alle partijen die erbij betrokken zijn de absolute wil om dit te doen voor deze stad. Ja, Jacob van der Grote gaat dit over. Regio-directeur ABN AMRO was zondag in de Kuip bij een overleg met Abu Taleb, Laan, directie Feyenoord, een aantal banken. En hij zegt dat daar grote eensgezindheid was op weg naar een nieuw stadion. Hij zegt, of hij
helemaal de waarheid spreekt, weten wij nooit. Hij zei ook, Feyenoord heeft met ons nooit gesproken over een renovatie. Het gaat alleen maar over een nieuw stadion. Maar wat, ja, wat dat is een steun wat Feyenoord dan krijgt? Nee, ik heb het ook letterlijk aan hem gevraagd. Hè, van is de optie Red de Kuip dan wel of geen serieuze variant geweest? Daar gaf ik ineens politieke antwoorden. Vond ik heel opvallend. Van Merwijk reageerde op Red de Kuip na die vergadering met de gemeenteraad. Toen ging het over geld. Ze hadden in de doorrekening een aantal dingen vergeten. Toen ging het ineens niet meer over dat ontwerp deugt sowieso niet. Nee, kijk, ik vind Jan van Merwijk toch erg onzichtbaar in deze discussie. Ook als wij hem bellen, neemt hij nooit je telefoon of belt hij nooit terug. Gelukkig is dat bij een aantal andere directieleden wel het geval. Maar het blijft, kijk, het allerbelangrijkste blijft of mensen nu eensgezind zijn of niet. Die eensgezindheid is wel belangrijk, anders bereik je nooit met elkaar een doel. Maar de gemeenteraad heeft de finale beslissing te nemen straks met elkaar. Van der Goot zei ook, die 115 miljoen die Feyenoord geleend heeft voor die renovatie in 1994, keurig terugbetaald, inclusief de rente, dit jaar laatste termijn. Maar toen ik hem vroeg, wat is er gebeurd met de renteloze lening aan de gemeente Rotterdam, gaf meneer Van der Goot geen antwoord. Jij zit ook een beetje in het onroerend goed, Geert. Wat zou jij doen? Nou ja, tegenwoordig zijn de rentes erg hoog. Want de banken nemen weinig, die nemen geen risico's meer. Hè? Wij zijn in het verleden zelf te scheuterig zijn geweest met leningen. Staat nu overal de handrem erop. Dus ik ben benieuwd wat als een bank zich gaat mengen, wat het voor deal Feyenoord gaat worden. De hoofdsponsor, Jan Dirk? Ja, van de week het bericht dat Opel kandidaat is. Wij wisten al een tijdje dat ook ASR op de achtergrond heeft gezegd tegen de leiding van de club. Als het nou niet mocht lukken, willen wij best nog een jaartje overbruggen. Er is nog een derde voor ons onbekende partij. Dat zou wel eens een partij uit de gokwereld kunnen zijn. Ik heb inmiddels begrepen dat als Opel dat gaat doen, dat waarschijnlijk ook een contract voor 1 jaar is. Dat het dan gaat om een bedrag van ongeveer 4, 5 miljoen euro. Plus een meeverdienmodel voor de club. Dat is steeds meer de nieuwe vorm van sponsoring. Samen geld verdienen. Ja, en dit is een spannende kwestie. Gisteren was Mark Koevermans bij ons op de radio vanuit de Hooi bij het tennis. Kan niet goed, hè? Ja, hij heeft daar gestaan. En dan heb je enige recht van spreken, zullen we maar zeggen. En dan wil hij eigenlijk nergens antwoord op geven. Maar hij blijft zeggen, eerste kwartaal van april gaan we toch een sponsor bekendmaken. Nou, terug naar het voetballen dan, Geert. Feyenoord bij PEC uit zondag. Ja. Dat lijkt me te doen, hè? Nou, PEC gaat steeds beter spelen. Ja. Ja, en ze hebben niet voor niks met 3-1 bij FC Zwolle, bij PSV gewonnen. Kan je zeggen, ja, dat is incidenteel. Maar ik heb Zwolle toevallig ook vanwege... Niet verloren van Twente? Nee, ja. En vanwege een andere functie voor televisie een aantal keer moeten verslaan. En FC Zwolle speelt, of PEC Zwolle speelt hartstikke aardig voetbal. En hanteren bijna geen lange bal, hebben een paar hele handige middenvelders. En ze zijn de laatste tijd wat minder in de afwerking, maar ze kunnen hartstikke goed voetballen. En zeker daar in Zwolle gaan ze steeds beter draaien. Feyenoord gaat in Zwolle natuurlijk spelen zonder Miguel Nelom. Daarvan zei Willem van Hanegem afgelopen zondag hier op de plaats van Geert den Oude dat hij gehoord had dat voordat hij op de bank terecht kwam, Nelom heel dicht tegen Oranje aan zat. En daar reageerde Ronald Koeman vandaag op tijdens de persconferentie. Nou, dat is de mening van Willem. En dat mag. Iedereen heeft recht om zijn mening te geven. En Willem is begaand met Feyenoord. Alleen soms gooit hij iets te veel olie op het vuur. Als hij zegt van dat Nelom bijna bij Oranje had gezeten. En dan ga je onwaarheden spreken. Hij was ook wel erg betrokken, hè, bij deze club. Ook zondagavond bij ons in diezelfde uitzending. Ja, oké, dat heb ik niet gezien, maar natuurlijk is Van Hanegem is Feyenoord. En daar mag hij kritisch naar kijken, daar heb ik absoluut geen problemen mee. Maar hij moet niet, om zijn keuzekracht bij te zetten, zeggen dat Nelom in beeld is bij het Nederlands elftal. Dat zei hij ons aan tafel inderdaad. Ja. Nou, dat is niet zo. Hij was wel heel positief over Feyenoord, hè, zondag. Hij gelooft in het kampioenschap. Ja, maar ja, dat hebben we ook al vaak gezegd. Waarom ook niet, hè? Kijk, ja. PSV en FC Twente zouden wel eens eronder kunnen gaan aan interne verdeeldheid, stress en laffe coaches. En waarom zou de strijd niet ouderwets tussen Ajax en Feyenoord kunnen gaan? Niemand kan me uitleggen waarom dat niet kan gebeuren. Jij ook niet, Geert? Nee, dat is te moeilijk. Ik heb van het begin van het seizoen gezegd dat PSV kampioen gaat worden. Nou, die hebben ook nog steeds goede kansen. Maar het is te moeilijk voor Feyenoord, bedoel je? Om het te zeggen. Nou, natuurlijk. Nou, maar als je vier clubs hebt, dan heb je nog steeds drie clubs die net zo goed zijn als Feyenoord. Ja. Dus die is een kans van 25%. Dus ja, oké, dat is lang geleden dat Feyenoord kans maakt van 25% om alsnog de titel te pakken. Maar Feyenoord is de beste tegen de kleinere clubs. Ja, daar ben ik mee eens. In vergelijking met vorig jaar. Je bent RBC wel eens gepromoveerd, hè? Met Maaskant als trainer. Hè? Ja. Hoe belangrijk is het nou, want dat benadrukt Koeman, dat zeggen spelers ook los van elkaar. In Nederland zegt natuurlijk baal ik van die bank, maar we hebben wel met z'n allen dat ene doel. Hoe belangrijk is het nou dat in die groep
echt iedereen voor zo'n doel gaat? Dat is toch cruciaal? Nou, dat is heel belangrijk. En wat ik daar, en dat was ook toen in de tijd dat ik met Zweedse club kampioen werd, dat er een enorme homogeniteit binnen de groep was. En natuurlijk heb je 12, 13 en 14 man, maar wij gingen met z'n allen op stap. Elke vrijdag dat jaar dat we bijvoorbeeld met RBC, dat we uiteindelijk kampioen werden, dat we ook het jaar daarna zo goed presteerden, gingen we met z'n allen op stap naar de wedstrijd. Iedereen ging mee. En dat maakt dat je op een gegeven moment, dan maakt het niet meer uit of een keer wel of niet speel. Iedereen wilde erbij horen. En dat maakte ons sterker. Schaken of Verhoek zondag? Ja, Schaken heeft apart getraind. Ik hoop Schaken, logischerwijs, deed het goed als invaller. Sparta tegen Eindhoven vanavond. Ook te doen, hè? Ja, Nou, Sparta is heel, heel raar dit seizoen. Ze halen goede resultaten en dan spelen ze opeens weer, winnen ze in de laatste minuut van een mindere tegenstander. Spelen gelijk op het kasteel. Ik denk wel dat ze kampioen worden, maar het is een heel raar seizoen voor Sparta. 8 keer de nul gehouden in 19 duels. Ja, met een keeper die niet alles stabiel is, maar ja. Toch. Ik heb wel dat is mooi. Ik heb verleden week een avondje bij NSVV gedaan in Numansdorp, heel gezellig. Dat was Barry Hughes. En die zei, ik hoop ook zo dat ze 75 jaar helemaal nog tiptop in orde. Absoluut, een heel mooi verhaal. Maar die zei, ja, ik hoop zo dat ze promoveren. Maar als dat gebeurt, dan kunnen ze alleen met de keeper voor de dag komen in de Eredivisie. Nou, kijk, dan moet er heel veel werk verricht worden. Maar Sparta is wel, kijk, je moet eerst promoveren en dan het volgende probleem. Of de volgende uitdaging, zou ik maar zeggen. Zorg nou eerst maar dat je boven MVV eindigt, dat je dat kampioenschap kan vieren, dat je structureel kan bouwen aan de toekomst. Maar zover is het nog niet. Maar het kan echt gebeuren in de komende maanden. Kerry Mendes Rodriguez hebben we hier vorige week besproken naar Levski Sofia. Zo'n stuk in de krant. Over andere wereld gesproken. Ik ben ADO dankbaar. Ik ben Dordrecht dankbaar. Maar vooral Rob Jacobs. Want die heeft in FC Rijnmond steeds gezegd, nadat hij me bij Boshuizen zag spelen, wat een speler is dat. Ja, dan zie je dat gelukkig onze vriend Rob Jacobs nog heel veel invloed heeft. Serieus wordt genomen door een aantal belangrijke mensen in de voetballerij. En dat vind ik ook terecht als je op dat niveau trainer bent geweest. Mario bij Genk, 1-1 bij Stuttgart. Nou, dat is knap. Ja, Ben is veel kritiek over zich heen gekregen in Genk. Afgelopen jaar ook, ondanks dat er veel spelers zijn gegaan. Maar dit seizoen gaat hij ook geen kampioen worden. Maar je ziet toch dat zijn elftal stabiel is en dat hij uiteindelijk nu in Europa League hartstikke goed doet. Dit heeft deze club nog nooit gepresteerd, Europees. Er zitten van de week 26.000 mensen. Dit is echt heel groot in België. En leuk voor Mario dat dit bij hem lukt. Zondag ook uitverkocht bij de Schiebroekse derby tussen VOC en Neptunus Schiebroek. Ja. Jij speelt bij VOC, hè, voor alle de kaarten. De kaarten zijn niet aan te slepen. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat twee clubs die ook vlak bij elkaar zitten, ook beide meedoen om de titel. Alhoewel Neptunus Schiebroek wel eigenlijk wat punten heeft laten liggen, waar ze dat zelf eigenlijk niet verwacht hadden. Maar ja, dat wordt een hartstikke leuke wedstrijd. En eigenlijk verwachten we dat jij de aftrap komt doen. Ja, daar wordt nog over wij gaan tennis kijken, Geert. Onderhandeld. Ik ga zo verder bij Benetto, jongen. Daar gaat het om nu. Jongens, we zijn een beetje korter dan normaal. Geert, heel erg bedankt dat je er was. Geldt ook voor Jan Dirk en zeker voor jou. Je was een fantastisch publiek. Lekker blijven zitten, want we gaan naar Tennis Plaza. En aanstaande zondag zijn we er weer. Dan met Jan Eversen. Dag.